Hallo, leuk dat je kijkt. Welkom bij mijn top 5 leukste pannenveldjes van Stedenbroek. Let's go! Nummer 4. Dit pleintje heb je vast al gezien toen je naar het speeltuintje ging van basisschool de Willy Brodders. Het veldje van de Willy Brodders, een veldje waar je erg leuk kan voetballen, zeggen ze. Vooral omdat er grote doelen staan en ook baskets. Ze zeggen ook dat het best wel druk is, zeker in de zomer. Dat er ook groepjes kunnen zijn, oudere jongens die vaak dan het hele veldje claimen. Maar dan gaan ze naar het veldje ernaast. Maar vaak ook wel als er jongens zijn van dezelfde leeftijd, dat ze dan gewoon mogen meedoen en dat ze met z'n allen gaan voetballen. Of groep tegen groep. Dus zeker een aanrader en kom hier zeker een keertje kijken. De opdracht van deze dag noem ik het letterspel. Waarom dat is, ga ik je nu uitleggen. Kijk mee. Het doel van het spel is te scoren vanaf de plek die wordt aangewezen. Deze jongens doen het met een basket en een basketbal, maar dit kan natuurlijk ook veranderd worden met een voetbal en een doel. Oms de beurt kies je een plek waar vanaf moet worden gescoord. Dat kan zijn dicht bij het doel, op de middenlijn, op het eind, in een hoekje of misschien zelfs buiten het veld. Als je niet scoort, krijg je een letter. Degene aan het eind met de minste letters, die wint. Heb je een heel groot niveauverschil, kun je ervoor kiezen om één een langer woord te geven dan de ander. Hoe langer je woord, hoe meer keren je een keer kan missen en de ander heeft het moeilijker. Veel plezier, doei doei!